Nou, dag allemaal. Ik ben de hoeveelste? 500.000. 500.000ste die met de vlucht van de SLM is meegegaan. Mijn naam is Rutte Kotstam-Pinas en ik ben geweldig blij de eer te ontvangen te mogen worden door jullie. Ja, top. Zo ging het gisteren aan toe op de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven. Een speciaal feest voor Rutte Kotstam-Pinas. Die is geregistreerd als de 500.000ste passagier die is afgehandeld op Sanderij. Voor het eerst in de geschiedenis heeft de NV Luchthavenbeheer zo een groot aantal reizigers geregistreerd en wel binnen 1 jaar. Kotstam-Pinas is daarom met veel tamtam binnengehaald door de leiding van de NV Luchthavenbeheer. Als passagier is ze heel blij met het ontvangst. Het voelt overheerlijk aan. Ik heb eigenlijk geen woorden ervoor. En dat ik de 500, half miljoen zeg ik dan maar, passagier ben die voet hier op de Surinaamse bodem mag zeggen is, ja, awesome, is geweldig. Voelt heel goed aan. Er gaan veel meer mensen hier voet op de Surinaamse bodem zetten. Want dat komt echt allemaal goed. Ik ga daar zeker werk van maken. Dat doe ik. Timothy Mendonça, directeur van NV Luchthavenbeheer, benadrukt dat veel werk is verricht om dit resultaat te bereiken. Het feest is daarom op zijn plaats, vindt hij. Het is de helft van ons doel van 1 miljoen en dat moeten we absoluut vieren. Het komt veel eerder dan verwacht. We zijn er bijzonder trots op. En we zijn echt enthousiast, want we kunnen niet wachten op meer. De directeur van NV Luchthavenbeheer, Timothy Mendonça.